Once upon a time, we were both happy. Everything was fine, then suddenly it leave. I was left behind, broken in pieces. Then you'd reappear. Sometimes we all feel a little afraid. We don't put our emotions on display. But I've gotta be strong. I don't wanna know if you feel it too. Your chances are all gone. And I don't need you myself why you keep going away. Don't want more goodbyes, so I've gotta say that although I've tried, sometimes we all feel a little unsure. We don't really know what we're here for, but I've got to move on. I don't wanna know if you feel it too. Your chances are all gone. And I don't need you Hallo iedereen, welkom bij alweer een nieuwe livestream. Ik hoop dat alles goed gaat met jullie en ik hoop dat ik momenteel geen microfoonproblemen heb. Laat mij weten of ik problemen heb met het geluid of dergelijke. Hallo Brian van Extergem. Hallo Tompie89. Hallo Tibi. Alles goed met jullie. Nu, ik hoop dat alles deftig werkt. Ik hoop dat er geen problemen meer zijn. Ik heb mic en dergelijke proberen oplossen. Toch de mic dan nog kraakt. Oké, sorry. Geef mij heel even... Het zou eigenlijk moeten opgelost geraken, maar ja. Oké, ik zie het wel dat hem heel hard kraakt voor de een of andere reden. Geef me even, ik ga even nakijken. En het rare is, zelfs als ik kijk, hoor ik het probleem niet. Dus even kijken. Ah ja, ik hoor het wel. Ja. Oké. Zo. Even kijken.
Ik hoop dat jullie mij zo horen. Dat gekraak weg is op zijn minst. Ja, het harde geruis krijg ik niet echt weg. Oké, ik hoop dat het zo beter is. Dus dat het gekraak weg is. Ay, of toch de ruis heel stil is momenteel. Ik hoop dat jullie mij duidelijk horen. Oké, fantastisch. Dan kunnen we verder. Je gaat wat geruis horen waarschijnlijk op de mic, maar dat is puur omdat hij heel veel opneemt van de ruimte. Ja, mijn PC staat aan, dus die ventilators kun je horen op de achtergrond en zo. Denk bij de volgende kamer dat ik ga hebben of huis dat ik ga hebben. Ah, fantastisch dat je mij heel duidelijk hoort. Nu ik hoor, als ik verhuisd ben, ga ik zien dat ik dat wat kan oplossen door de PC wat verder weg te zetten en dergelijke, zodat je die ruis niet meer op de achtergrond hoort. Oh, ik zie dat mijn beeld eigenlijk nog niet goed staat. Voilà. Oké. Zo, dan gaan we er een keer instellingen in, jongens. Nu, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? Wel, Johan heeft eigenlijk heel wat veranderingen gekregen. Hij is bij de taxi weg. Ja, hij is bij de taxi weg. Oh, wacht. Dat is een beetje vreemd. Beeld blijft hangen. Allee ja, hij laat wel, maar ik raak precies niet in de server. That is a weird one. Oké, sorry jongens. Nou, even opnieuw proberen. Zien of dat het oplost. Geef mij eventjes. Dat is vreemd. Oh. Aha, oké. Ik krijg een foutmelding. Ja, dat gebeurt dus wel een keer, jongens. We gaan zien of dat nu wel gaat werken. Ik zal anders nog even wat muziek geven. Voilà. Jullie horen de muziek niet om de een of andere rare reden. Ah ja, kieken. Sorry jongens. Een beetje mijn fout. Ik had deze terug open moeten zetten. Okay. Eens ik erin zit, jongens, zorg ik er wel voor dat jullie alles kunnen zien. If you want me to get close to you, just tell me what to do. Tell me what to do. Oké, we zijn aan het inladen. Zo. Nu hoop ik dat alles gaat blijven marcheren. Oké. Tot hiertoe werkt alles. Dus wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? Johan is niet langer taxi. Johan heeft zijn ontslag eindelijk gekregen. We hebben ervoor gezorgd. Op een heel ludieke manier. Spijtig genoeg konden we het niet streamen of video van maken. Maar ja, zwart. Hij heeft uiteindelijk zijn ontslag. En hij heeft een nieuwe job. Plus, we hebben eindelijk de winkel. Nu, dat ga ik allemaal nu tonen. We gaan natuurlijk de Corvette ervoor buiten halen. Ik heb wel eten genoeg, denk ik. Dus, ik ga het jullie op de kaart alleszins al tonen. Wat heeft Johan nu eindelijk aangekocht?
Wel, Johan heeft eindelijk zijn winkel. De Zandkoek. Eindelijk heeft Johan zijn winkel kunnen kopen. Dus daar gaan we even naartoe. Kan ik het wel een keer laten zien. Klein beetje, ja, een heel... Oh. Waarom draaide hij niet? Oké, sorry jongens, maar om de een of andere reden is besturing een beetje weg aan het gaan. Even kijken of mic settings eigenlijk allemaal goed zijn. Ja. Nee, deze niet. Zo. Ja, ja. Ja, chat. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Nu lijkt de besturing toch in orde te zijn. Oké. Okay. Een beetje raar. Ja, eindelijk Tom. Eindelijk heeft Johan zijn ontslag. We zitten eindelijk twee keer aan de waar, jongens. Bij de linkscrew. Dus daar zijn we uiteindelijk geraakt. Ik weet ook niet waarom dat ik zo'n lag spike heb momenteel. Word ik nu achtervolgd? Nah. Nah, waarschijnlijk. Ik denk gewoon omdat ik iets te veel openstaan heb, dat ik af en toe een keer een lag spike ga hebben. En ik hoop dat dat snel ophoudt. Nou, we zijn verder genoeg weg van de stad. Dan kunnen we al een keer open trekken. Nee. Je bent naar de twee streams aan het kijken, goed op. Ja jongens, voor de mensen op Facebook, er zijn ook mensen die op Twitch meekijken, dus ik kan die twee chats zien. Dus als je niet de berichten ziet, maar hoort mij wel tegen iemand spreken, ja dat is daarom dus. Oké, een paar rare dingen in de stad aan het gebeuren. Ja, ik weet het, er staat redelijk wat open, maar puur omdat ja, ik wil alles open houden. Dat ik zeker ben dat alles in orde werkt. En als ik in pauze moest gaan, dat ik tenminste jullie wat muziek kan geven. Oh, oké. Okay. En we zijn aangekomen. Voilà, jongens. En hier is dus de Zandkoek. Wat denken jullie ervan? Schoon winkelke? Ah, dag mevrouw. Ja, nou wel. Hè. Voilà. Dus, wat denken jullie jongens? Ik vind het een goede winkel. Alleszins, ja, het heeft een beetje een monopoliegebied. Omdat hier voor de rest, ik heb geen concurrentie hier. Ah, oké, okay, er is heel wat verkocht precies. Wat verdomme. Hoeveel zit erin? Oeh, 6295. Dat is dikke. Dat is goed verkocht. Wat was ze? Voilà. Dan kunnen we dan direct wegsteken. Zo gaan de zaken wel goed. Storten. 5838. Ik hou altijd 1000 op zak. Meer niet. Ja, wacht. Misschien moesten we straks nog iets leuks doen. Hopla. Ja, accepteren. Nu uit mijn eigen winkel, jongens. Ik haal niks uit mijn inventaris. Ik koop het aan de verkoopprijs. Waarom? Gewoon gemakkelijker. Oké, dus... ja, tot zover de winkel. Dus dicht aan het tankstation. Dicht bij heel veel drugspunten. Dus ja, heel veel mensen komen naar hier. Nou ja, dat is zo'n beetje. Dus dan heb ik dit kunnen laten zien. Oh, vergeet ik weer dat mijn nat op slot staat.
En zoals ik zei, we zitten nu eindelijk bij de Lynx Crew. Zoals jullie zien, ik ben Tuner Tuner King. Dus dat is de tweede hoogste rang van de Lynx Crew. Omdat, ja, ik ben zijn eerste werknemer, dus direct goed hoog. Is er hier nog iets dat ik moet laten zien? Ik denk het niet. Heb ik mijn gordel aan? Ja, nu wel. Dan denk ik dat we een keer naar ons werk gaan, hè, jongens. Eerst... naar die garage. Ik dacht dat hem daar stak. Ik ben niet zeker. Dus we gaan, ik ga jullie zo dadelijk de bedrijfswagen laten zien die ik heb gekregen. Want ja, met een gewone auto kunnen we natuurlijk niet in de tuner. Fucking dickhead. Ik had toch echt wel voorrang. Maar maakt niet uit. Kan ik straks direct oplossen. Ik zal dat dan eerst doen en daarna zal ik mijn bedrijfswagen tonen. Ja, ik moet mij toch eerst gaan omkleden als ik met die wagen rijd. Oeh. Ik ben deze auto zo niet meer gewoon, jongens. Ik kan meer met de bedrijfswagen zitten rondrijden dan iets anders. Dus. Ik ben deze zijn handling totaal niet gewoon. Hoe is het geluid, jongens? Staan alle volumes goed? Volume van mic tegenover gamegeluid en dergelijke. Goh, die remmen trekken echt op niks. Die even uitzetten. Flikken zijn in de stad, dacht ik. Oeh, 5 flikken. Shit, man. Nou, lekker veel flikken. Ja, maar zeker moeten gedragen. Zegt hem terwijl dat al slippend rond de bocht gaat. Oké. Oké, dank je, Brian. Kom op. Ik weet niet wie het is, man. Dus, zoals iedereen weet, de Lynx Crew werkt hier. Er zijn heel wat leuke dingetjes die ik hier kan doen. Ik kan nu ook de poort open en toe doen. Dus ik heb toegang tot de poorten. En het leukste ga ik direct laten zien. Dus als ik nu hier... Voilà, ik kan mijn auto hier nu repareren. En, via het menu... kan ik auto-interactie. Dus lockpicks, voertuiginformatie, dergelijke, testtracker, ja, noem maar op. Dus, het is wel heel tof. Dus nu kan ik ook voertuig customizations doen, dus cosmetics, dergelijke, upgrades. Zoals je ziet, ja, op deze moet nog heel wat gebeuren, maar een level 2
Motor steekt er al in. De remmen zijn nog redelijk standaard. Daar ga ik eigenlijk nog niks aan doen aan deze. Een schild ga ik hier niet opzetten, want dat is niet nodig. Transmissie en dergelijke, een turbo is al geïnstalleerd. De vering. Ja, er is nog heel veel werk aan deze auto, maar zwart. Nu, wat het leukste is om hier te werken. Ja, tweede wasplaats daar. Maar is de warehouse. En waarom is dat leuk? Dat ga ik direct laten zien. Hier staan al onze tuning cars. Dus alle auto's dat al gedaan zijn geweest, zoals onze Dodge Hemi hier, de Hellcat, als ik me niet vergis, de Porsche 911, sorry, turbo. Dan hebben we hier onze, ik weet eigenlijk niet meer, ik denk dat deze de Honda moest, een Honda moest voorstellen, ik ben er mee zeker. Of een Infiniti, ik weet het niet meer. Nog een Porsche, als ik me niet vergis. Nog een. Nog een van onze Volkswagens natuurlijk. Volkswagen Golf 7. Mercedes. AMG. Ik ben wel even de klasse vergeten. En dan de Audi RS natuurlijk. Als ik me niet vergis, de A4 RS. Als ik me niet vergis. Ik weet het niet meer. Ik kan er mee opkomen. Ik dacht dat het een A4 RS was. Dus ja, dat is zo'n beetje het leuke. Nu, natuurlijk hebben we hier ook onze office. Desk, twee desken en dergelijke. Maar, wat is het leuke? Hier moet ik wel eerst recipes aankopen en vinden en dergelijke. Maar hier kan ik craften. Dus hier kan ik verschillende items doen, moest ik de ingrediënten ervoor hebben. Maar die heb ik spijtig genoeg nog niet. Hey chief, wat kan ik voor je doen? Ja, Ormacabel, zet jij op de hoogte dat Vito in de bak zit? Ja, ik heb het gezien op Twitter, ja. Ja, ah wel. We gaan de CB uitbreken. Oké, wat kan ik doen? Wel, jij moet straks de getaway driver zijn voor de boot. Ik zal straks nog eens heel het plan uitleggen als we met onze gevierend zijn. De Jonathan, okay, doe mee. Dan de Jonas van de importeur en okay. Onze gevierend. Oké, okay, nee, geen probleem, dan doen we dat. Ja, stuur je locatie naar waar opbellen? Nee, ik stuur je, jij moet subiet uw locatie naar. Christian, je valt buiten bereik, man. Je viel even weg. Christian? Ja, nee, sorry. Je moest weten uw locatie naar mij doorsturen. Okay. Ja, ik ben gewoon op het bedrijf, hoor. Ja, ik zal dus witte levier komen ophalen dan. Want okay, dan moet ik dus nog omkleden ook. Ja, dus dan doe ik mijn witte mijn crewkleding aan? Nee. Doe ze maar niet aan. We moeten ons wit toch omkleden. We moeten ons omkleden naar civiers. Ik zal subiet heel plan als we met onze vierend zijn, zal ik het uitleggen. Oké, geen probleem. Ik moet nu mijn locatie doorsturen of stuur je mijn berichtje wanneer ik het moet doorsturen? Ik zal je wel een berichtje doorsturen wanneer je mijn locatie moet doorsturen. Ja, oké, geweldig. Ik ben beschikbaar. Oké, okay, tot zo, chef. Nou, oké. Dus blijkbaar gaan we Vito uitbreken. Oh, fucking hell. Oké, nee, fantastisch. Dus ja, Vito, de maffiabaas, die zit momenteel in het gevangenis. Heel domweg. Die werd gezocht. En ja, hij stelde zich. Hij had andere kleding aangedaan en dergelijke. Hij stelde zich voor als peeklak. Dat is eigenlijk wel grappig. Goed gevonden ook. Maar ja, dus die zit momenteel vast. Dus dan gaan we die uitbreken, hè, jongens. Ik moet geen crewkleding aandoen. Ah ja, ik ging de nieuwe wagen tonen. Just. Spijtig is dat ik hier geen spawnpoint heb voor data's in te spawnen, maar ja, op zwart. Allee, ja, geen garage heb voor data's in te spawnen. Oké. Willen we rustiger aan. Maar dat wil dus zeggen als Vito. Ah, fuck nee. Als Vito in het gevangen zit.
Wil dat dan zeggen dat wij onze dagelijkse bevindingen niet kunnen doen? Of wel nog? Ah, kak. Oké, okay. Jongens, gaan we wat geld uit, maar wie wilt? Johan is nog niet langs de hoeren geweest. Wie wil? Gaan we er geld uitgeven? Wat gaan we doen, jongens? Zeg het. Tip in chat wat jullie willen. Gaan Johan naar de hoeren of gaan willen jullie de auto zien? Wat willen jullie eerst? Oké. Naar de hoeren of de auto, jongens? Nee. Niemand die iets gaat zeggen. Hoeren, auto, hoeren, auto. Dan doen we de auto, jongens. Als ik dan toch mag beslissen. Nou, we de bedrijfswagen gaan ontmoeten, jongens. Oh ja, fuck, flaffelijk. De auto? Oké, okay, komt goed. Toch nog iemand die antwoordt. Ja, ze biedt anders geen tijd, ja, dat is waar. Oké, okay, dan zetten we deze even weg. Even kijken, zijn er flikken in de buurt? Want ja, het is wel een gezochte wagen. Je zag het misschien al. Je zag het misschien al. Ja, ja, we hebben een Lambo. Voilà, dat is onze bedrijfwagen, jongens. De Lambo. Eindelijk een goede auto. Dat is het interieur. Ik vind het wel goed gedaan. Ik vind hem mooi. Alles werkt. Enkel enige minpunt aan deze wagen. Zoals bij de meeste wagens. Ah, je ziet de pinker wel. Oké, okay, ik moest gewoon heel laag gaan. Zo zag ik hem niet, zo ziet hem wel. Oké. Okay. Maar van voor ziet hem niet. Oké, okay, kak. Dus enkel achteraan. Ja, de koplampen zie je dus ook niet, hè, jongens. Ah ja, je ziet zo heel lichtjes. Wat ze aanstaan. Oké. Okay. Nu, nee, dat is ja, de Lambo. Wat denken jullie? Ik heb volledig zelf getuned, dus je ziet het. De buitenkant van de velgen is hetzelfde kleur als de wagen. Binnenkant is dan blauw. Vond ik wel wat tof. En dan hebben we een gunmetal grey met een blauwe parelmoer erop gesmeten. Ik vond het wel een schoon kleur. Ik dacht van, nou, nah, dat als crewcar. En ja, hij is heel snel. Dus je ziet hoe rap dat we eigenlijk optrekken. En stoppen ook. Gaan we een testritje doen, jongens? Wie wil er een testrit zien? Nou, een testritje doen. Dus de flikken ons volgen, die halen ons toch nooit niet. Is een fucking snelle wagen, man. En hij stopt ook gigantisch snel. Oh ja, we kunnen ook iets anders doen. Dus nu dat we tuner zijn, hebben wij toegang tot dit hier. De tuner chip. Dus als we deze gaan usen. Als we hem gaan usen. Dan kunnen wij dit hier absurd gaan aanpassen. Zo. Kijk nu goed, jongens. Yeeha!
Zit hem gewoon. Oh, fuck. We hebben hem. We hebben hem onder controle. Oké. Okay. Dan gaan we nog een keer kijken. Ik denk misschien iets te high allemaal. Wat als ik hem op sport zet? Is dat sport? Zo. Ja, lekker kijken. Oké. Dit is geweldig. Dus dat geeft je een extra voordeeltje in racen en dergelijke. Maar het is al eigenlijk een fucking goeie wagen. Nu gaan we alles eigenlijk... Oh. Ja, ik heb het weer zitten. Oké. Okay. Dus omdat ik aanpassingen aan het doen ben, dan doet dat dan meestal voor de een of een rare reden. Zo. Voilà. En als je ziet, met een default gaat hem niet zo snel omhoog. Maar hij rijdt nog steeds heel snel. Ik ben de auto nog niet zo super gewoon op hoge snelheden, omdat ik nog niet veel hoge snelheden heb moeten doen. Flikken mogen mij wel nog niet associëren met deze auto. Dus we moeten wel een beetje op onze snelheden letten. Zij die nu lunatic? Ja, nou, oké. Hersenlozen dat tegen de raad erop. Hey yo! On the other side of the street! Oké. We zullen onze Honda terug buiten halen, jongens. Blijft nog steeds mijn favoriete wagen. Kan er niet aan doen. Gewoon ook puur omdat hem deftig handelt als dingen opstaan. Eigenlijk vind ik hem er ook gewoon lekker uitzien. Kan er niet aan doen. We zijn nog altijd aan het kijken naar de Honda Civic, of dat we de problemen kunnen... We hebben misschien wel een oplossing gevonden. Het is een auto van GTA 5 zelf. Een klein beetje aangepast, alleen zitten de Honda logo's er niet op. Maar het lijkt er wel op een Honda. Dus dan gaan we die inpakken. Oh, wacht, nee, ik moet nog één rechtdoor. Dat ging lekker. Zo. Dus ja, nu telkens als iemand iets nodig heeft om getuned te worden, kunnen ze mij ook oproepen. Wat dat gemakkelijk is voor hun. Oké, moet ik kijken. Cosmetics. Die antennes, die snap ik dus niet. Body parts. Achterbumper. De nul is geïnstalleerd. Oké. Okay. Dak. Standaard enkel grill. Standaard enkel kapot. Oké, dus die met de dingen. Kooi. Oké, dat is dak. Oké. Okay. Zonder dak. Met dak. Met dak schoonder, jongens. Nou, ik vind hem toch schoonder met dak. Sideskirts. Die zijn geïnstalleerd. Spoilers. Ja, we hadden ook deze spoiler en deze, maar ik vond deze toch nog altijd het vetste eruitzien. De uitlaat is de Titanium Tuner Exhaust. We hadden ook nog gewoon de D's of de D. Maar dan, ja, met de bumper die heeft twee gaten, dus toen zo één uitlaat was niet echt schoon. Dus ik was over de D. Deze kon ook nog, maar nee, ik vond deze beter klinken. Tegenover de D's. Nee.
De voorbumper, dat was de, dus dan konden we kiezen, als ik het beeld goed krijg, tussen de standaard, wat er niet echt zo goed uitzag. De carbon, dus dat is met dat lipje eronder. Kan ik het goed doen? Ja, zo. Dus dan zie je dat lipje in die trekhaak en zo. Nou, vond ik niet zo. Dan heb je ook nog de D's, die vond ik ook nog wel redelijk tof, maar de D's vond ik er nog altijd best uitzien. Past dan ook meer bij de sideskirts. Vond ik dan. Nou, wat we toch beter vinden. Nou, deze ziet er bruter uit. Ik weet niet, die is zo open. Die is schoner. Zwart. Ik ben er te veel over bezig. Oké. Hydraulisch, ja, niet echt veel. Het interieur, dat was niet echt belangrijk. Koffer. Ik denk niet dat er in koffer iets was. Nee. Nou, het zwart dek, dat was ook leeg. Lichten vooraan, ja, de neons zijn geïnstalleerd. Lichtfilter was niks in. Laadsprekers en zo, ja. Ik denk niet dat daar iets in zit. Nee. Motorblok zat ook niks in. Nou, de neons zitten erop. Ah ja, nummerplaat. Juist. Geel op zwart geïnstalleerd. Maar ik kon ook de nummerplaat veranderen. Dat moet ik niet vergissen. Even kijken, jongens. Kan ik de nummerplaat ergens aanpassen? Dat zijn commens meten dan? Nee, want daar zat ik toch juist in. En ik moet vragen hoe dat nummerplaat er juist aanpas. Dat is wel redelijk vuil, jongens. En ik was. Oh ja, dat is zo. Ziezo, is hij weer proper. En zo is hij weer gesloten. Dan moeten we even dichtstbijzijnde winkel. Ik denk dat dat die van Ismael was, de Brico, ja. En dan hadden we hier de pitstop. Dan ga ik kijken wat de pitstop nog heeft. Ik ga niet altijd in mijn winkel in, maar het is altijd wel goed dat we andere winkels blijven supporten. Oké, die kwam er ook snel aan. Zo. Nu is het eigenlijk gewoon wachten tot Christian ons een bericht stuurt. Ja. Of hebben we nog eten op zak? Nou, ik heb nog eten op zak. Maar. Nou, we kunnen wel een keer de prijzen gaan bekijken wat, nou, wat dat zij alles verkopen. Nog één water. Een broodje. Ja. Fuck it. Het duurt te lang. Ja, in deze rood licht voor het andere. Dat is ongelooflijk. Je staat meer voor een rood licht dan dat je kunt rondrijden. Dus ja, Johan is momenteel een respectievelijk winkelier. Of winkelmanager, winkeleigenaar, hoe dat gaat ook wel doen. Zo. Oh, ik had mijn gordel niet aan. Kut. Oké, dan gaan we een keer kijken, hè. Oeh, zo'n Mustang klinkt ook wel nog altijd goed. Brood 5. Ik denk dat mijn brood. Nee, mijn brood staat ook aan 5, denk ik.
Water staat aan 5. Ze hebben wel wat meer. Rum, vodka, syrup. 5,50 voor de pair kits. Hoeveel staan die van mij? Gekoopt samen voor 400. Ik denk dat de mijn 500 staan. Denk ik. Of 600. Hier staan ze nog goedkoper? Meen je dat dan, hè? Ga een keer gaan kijken. Ik ga zien hoeveel mijn repair kits juist staan. Ik wil wel dat ik goedkoop ben, hè. Ik wil niet de duurste zijn. Ik heb wel een monopolie daar, maar ik wil nu niet de duurste zijn. Kan iemand zich herinneren hoeveel dat mijn repair kits stonden? Ik alleszins. Ik ben een gordel aan. Ah, dat weegt eruit. Nou, wat gas geven. Oh, pas wat gemist. Voor 5 flikken online. Ah, 4 flikken online, dat zijn zeker niet veel. Zijn ze allemaal Sibir aan het spelen? Ik weet dat Vito in de gevangenis nu zit, dus... Het kan zijn dat ze allemaal op... in het gevangen Sibir aan het spelen zijn. Nou, dan hebben wij toch gewoon vrij spel in de stad. Wat voor ons makkelijk is. Kunnen we wel wat gas geven, hè, jongens? Ach, hoort ie. Zalig. Oké. Okay. Dan gaan we even naar de winkel rijden. Ja, deze rijdt niet zo rap, man. Hij rijdt wel lekker. Het is meer mijn go-to car. Iets, ja. Als ik Johan ben, ik moet geen crew dinges oplossen, ja, dan rijk ik met een Honda rond. Soms in mijn Corvette, afhankelijk als ik aan de andere kant van de stad moet zijn. Ik kan niet wachten totdat de Honda Civic er terug in zit. Voor die in te tunen en zo. Maar als ik hem heb, tune ik hem wel in de livestream. Is misschien wel wat leuker. Zoals je ziet, ja, 200. Ah, wacht. Ik heb die tuner chip. Kunnen we eens testen? Wacht, we gaan hem daar beneden testen. Nee, in de weg van verkeer staat, dat ze niet ineens tegen mij gaan. Huh? Ja, dat is in het gevangen. Maakt niet uit. Oké. Okay. Zo. Sport. Save. Nou, dan kan ik kijken, hè, jongens. Doet niet al te veel. Doet eigenlijk niks. Dat is vreemd. Normaal zou dat tuner chip moeten werken. Moet ik eens vragen. Wat die voor mij dan toch niet werkt. Moet ik eens vragen aan de Christian. Maar dan in-game. Alleen in RP. Oh, fuck off. Ik ben een ongeduldig man. Oh, wacht nu ineens wel. Nee, toch niet. Misschien is er een controle dat ik vergeten ben. Voor hem op te zetten. Dat kan ook. Nou, er raadt just een flik weg, zie. Hé, hey, er wandelt just een flik weg. Dat is gemakkelijk. Oh, godverdomme. Verkeerde knop. Dus dat was even flik dat ik hoor. Wat zit hier naast mijn winkel zo'n nozel te doen?
Ja, kom. Bulle. Goedenavond. Goedenavond. Meneer, mag ik vragen wat je bent aan het doen? Wel, dit is mijn winkel. Wat? Dit is mijn winkel. De winkel waar we voor staan, dat is de mijne. Dat ben ik hier aan het doen. Ik kom naar mijn winkel. Ja, ik kom naar uw winkel om eten. Ja. Ja, dat is geen probleem, dankjewel. Ik hoop dat de prijzen je bevallen. Ah, heel goede prijzen. Ja, dat dacht ik wel, ja. Ja, als enige winkel hier in de buurt dacht ik van, ja, het moet toch wel een beetje een redelijke prijzing zijn, hè. Zo ver buiten de stad. Ja, nee, ook. Ik vind dat goed gedaan van u. Ja, oké, okay, dankjewel. Dat je niet bijvoorbeeld voor een stuk brood of 10 of 20 euro. Nou, dat zou ik niet doen. Dat zou iets te slecht zijn voor de zaken. Ja, ik weet dat. Nou, hou een veilige dienst, hè. Ik ga hier even nog een snelle repair kit kopen, okay, zoals je ziet. Ja, wacht even. Ik moest even controleren op hoeveel dat ze juist stonden. Geef me even. €600. Dat is wel wat veel. Alhoewel, koopt zin voor €450, denk ik. Take out item. Repair kits. 88. Submit. Put in item for sale. Repair kits. 88 stuks voor €500. Ze zou gaan. Ik heb mijn prijzen wat aangepast. Ik vond nogal dat ze aan de hoge kant stonden. Oké, is goed. Nou, we moeten ze toch uw vriend houden, hè, voor de politie. Vooral voor uw winkel als je ze nodig hebt. Ah, niet dat ik ze ooit nodig heb. Dank u wel. Ja, graag gedaan. Fijne avond nog, hou het veilig. Dag. Veel succes met de winkel, hè. Ja, en als je tegen je collega's bij de Zandkoek is elke politieagent welkom. Vertel het verder. Goed. Prettige avond. Dag. Oké. Ik moet mij altijd serieus houden met die flikken. Ik weet niet waarom. We hebben nog niet zoveel in de winkel, maar ja, de bestellingen zijn wat moeilijk. Contracten zijn er ook al wat verkocht. 3. Brood. Amai, brood is rap geslonken, hè. Ik had 100 brood en 100 water erin. Misschien nog een bestelling zien plaatsen. Dan. Ik denk wel dat dat nodig gaat zijn. Ik weet niet, zo. Moet ik vanavond een bestelling plaatsen? Ik denk wel dat ik een bestelling ga moeten plaatsen. Ik zie het nog wel. Want dat duurt pokkelang voor dat er allemaal in te krijgen. Alhoewel, zullen we een bestelling plaatsen, jongens? Nou, nah, misschien wel. Misschien best. Geef me even. Shit. Ja, Christian, sorry. Stond juist een flik naast mij. Had ik je niet gestuurd, man? Ja, stond flik hier aan mijn winkel. Ja, stuur mij je locatie. Ja, ik stuur het. Je komt me ophalen. Oké. Okay. Fuck. Godverdomme. Stuur GPS-coördinaat. Zo. Ja, mijn wagen wel achteraan parkeren. Ja, ik heb parkeerplek achter de winkel, dus dat is makkelijk. Zo. Ziezo, is klaar.
Ja, dan moeten we nu juist wachten op dingen. Dus misschien dat ik wel een bestelling kan plaatsen. Oké. Okay. Dan gaan we even kijken. Oké. Okay. Ik ga jullie iets tonen. Dus dat kun je zien als je een winkel hebt. Dat is wel eigenlijk leuk. Het zijn alle aankoopprijzen ook van Alt-Gerief. Dus we hadden water en brood nodig. 300 stuks is dan 300 elk. Misschien nog wat meer bestellen, jongens. Nou, zoals jullie zien, dat is waar je de bestelling moet plaatsen. Zoals je ziet, 100 water, 100 brood. Maar dat is redelijk rap op. Dus ik denk dat ik dan 300 water, 300 brood. Misschien. Ja, misschien best wel. Oké. Okay. Gaan we dan een keer bekijken. Voor het totale. 300 is 900. Dus dat is 1800 voor alles. Oké. Okay, 300 water. Oh shit. Bericht bewerken. 300 water. Samen 1800 weer is. Zo, voilà. Zo. Oh, shit. Fuck. Dat is niet de bedoeling. Hey, nog een klant. Kan ik hier ergens tegen staan? Ik zou eigenlijk nog een stoeltje hiervan voor willen zetten. Ja, gaan we gewoon buiten staan roken. Slash E. Smoke was. Nee, dus wachten op Christian, hè, jongens. Ik weet het, mensen leuk, hè, maar ja. Het is niet anders. Ik weet eigenlijk niet meer wat dat mij gaat ophalen. Ik weet niet meer wat dat aan het rondrijden is, maar ja, al 5 man of 4 man dat opgehaald moet worden, dus dan zal het misschien een jeep zijn of zo. Misschien. Denk ik. Een limo-wagen? Ik weet het niet. We zien het wel. Af en toe moet er een keer gedronken worden, jongens. Moet ik kijken bij mijn settings. Ik denk direct X11, dan dat ook aan kan zijn. Ah, nee, dat gaan we niet doen. Dat doen we nu dan niet. Dat doen we dan wel een keer een andere keer. Ja, we hebben tijd. Ik kan eigenlijk de hond dan een keer gaan tanken. Die had ook wel naf nodig. Zien dat ik er niet tegen, hè? Chill. Ja, sta ik weer verkeerd. Verdomme. Die.
We kunnen misschien wel wat repair kits gebruiken. Zijn dat de gasten? Ik denk dat dat de gasten zijn. Nee, nee, toch niet. Het zal NPC zijn geweest. Dat zijn de gasten. Hey, we zijn daar eigenlijk klakloos gepasseerd. Menen jullie dat? Ja, dag Johan. Hoezo kunnen jullie mijn winkel nu klakkeloos passeren? Het noemt de Zandkok. Ik heb al iets gekocht in jouw winkel, dat weet ik. Ja, ik heb het gezien. Ik heb heel goed verkocht. Drie contractjes heb ik gekocht. Ja, au, dus jij koopt mijn contracten op. Oh, dat was de vlek. En dat was weer een vlek. Rijden, wegwijzen hier. Gewoon doorrijden, gewoon doorrijden. Wegwijzen. Die nummerplaat niet. Nope. Ik kan het niet gezien hebben. Wie rijdt er trouwens? Fuck. Rijden. Gas geven, kom op. Anders moeten we een andere auto pakken. Ja, dat is misschien wel een goed idee. Nee, die moet wel hier blijven staan. Ça va. Nou, dat is bijna voor die vlek. Blijven we een uitstap? Ja. Ik heb niets gezien. Dus jullie weten allemaal dat de Vita daar dan op de bak is geraakt met een foutje dat is gebeurd met nog iemand en mij. We waren de jacht aan het overvallen, maar de politie heeft ons spijtig genoeg te pakken kunnen krijgen. Dus nu staan ons om uit te breken. Bon, wat is het plan? De Johan en... Ja, Johan... Nee. De Cedric en... Wie Jonathan Cedric? En Jonas. Gaan we met hem samen met onze gedriend, wij gaan als valse cipiers binnengaan. Ik heb een cipiersbus voorzien, waar dat we mee de gevangenis gaan kunnen infiltreren. Gedraagt u gewoon. Als je gewoon gedraagt en je zegt niks verkeerd en je doet niks verkeerd, gaan we er gewoon clean buiten geraken. Bon, Jonas, wat is uw rol hier? Uw rol is, ik ga nu subiet ook een locatie geven waar een boot ligt. Wij komen daar, maar eens als we daar zijn, moeten gaan met een boot maken dat we daar zo rap mogelijk weg zijn als we gevijfend. Oké, dus ik moet eigenlijk de hele tijd wachten. En ja, en natuurlijk, en dan ga ik ook een GPS. Wat boot dat dan is? Dat is een Jetmax. Nou, okay, dus je kunt daar met 4 in, maar ik weet dat met 5 ook werkt. Daarna ga ik u onze GPS nog instellen en dan heb ik nog andere gateway gaten nog klaarstaan. Oké, goed. Ja. Ze rijden rond, hè, jongens. Nee, ik hoor het. Dus alleen is het aan ons om onze gedriend nu van kleding te veranderen. Oké, ja. Gewoon de crewkleding. Wij moeten gewoon als 3 agenten verkleed zijn. Jij, best, twee jij de masker, hè? Ja, ik heb mijn crew-outfit dat kan aandoen, dus geen mag ik u gewoon even iets vragen? Wat? Wacht, kom eens even mee. Waar gaan die twee naartoe? Ze moesten even iets met elkaar bespreken, weet ik veel wat. Ah, oké, ça va. Nou, hoe gaat het ermee, ex-baas? Goed. De zaken gaan beter. Hoezo beter? Je bent je beste chauffeur kwijt. Questions of plans. Ik heb ondertussen al 3 nieuwe. Johan, jij had rapper ontslag moeten nemen. En dan de Jonas gaat met een boot gaan wachten. Oké, fantastisch. Dus wij gaan onze gedriend binnen als spiers, oké? Geen enkel probleem. Wacht, ik moet nu mee in als Is uw gezicht bedekt? Wat? Is uw gezicht onherkenbaar? Want ik wil geen problemen, hè. Dat we gaan gewoon een klaksje dragen waarschijnlijk van de police, maar dat is... Als we dat gewoon normaal doen, gaan die ook geen problemen. Ze hebben fake ID's, dus we gaan erdoor als cipiers. We hebben die job, dat is allemaal geregeld. Dus er is geen probleem, in principe. Oké. Okay. Jonas, slaag jij erin om de auto ter te pikken vanuit die locatie te geraken? Aan mij lukt alles. Ik ga eens even bij mij in de auto gaan zitten, dan kan ik die GPS instellen voor haar. Ça va. Nou, zoals ik zei, Jonathan, dan had ik rapper mijn ontslag moeten verzekeren. Wat moeten wij doen? Voilà, dat is de locatie.
Met de cipiers. Wij gaan wachten. Pakt mijn motto. Dan kan mij ja, alles schelen. Parijde jij anders? Hoewel, nee. Pik. Ja, inderdaad. Die exacte locatie. Dat is die een bar ligt anders moeten we... Ja, okay. Ja, is goed. Oké. Okay. Anders moeten we dus... maar een taxi nemen. Maar we moeten gewoon aan gaan, ons kledij veranderen en de rijbus tot daar van achter ergens. Dus dat is geen enkel probleem, dat ik pak dus wel. Okay, ja, okay. Maar bon, dat gaat u lukken, Jonas, tot om daar te raken. Dat is daar aan de dingen, daar, aan de vuurtoren. Stuur mij gewoon een kort berichtje als je naar Ginder gaat. Als je ja, oké. Savakkes. Zeg, die flikken gaan mij blijven bellen zolang dat in een taxi daar staat. Waar staat je taxi? Waar staat misschien? Hij in de stadvlak aan het gevangen, zeker? Hè? Die, ja, die staat dan in de geburen van het gevangen, ja. En ik wil daar niet met mijn. Gelle gaat de kledij veranderen, ik regel die taxi. Sava. Ja, oké, okay, waar veranderen we de kledij? Ik. Wat? Ja, waar veranderen we de kledij, Christian? Wil de gewoon instappen? Ah, oké. Had dat dan gewoon gezegd? Dat ook anders goed gaan zitten, maar echt al. Tuurlijk. Ik ben doorgeschoven. Ik zit graag op Jonathan zijn schootje. Verkeerde spie. Ik ben doorgeschoven, jong. Ah, spijtig. Ja, het hoerenkot is niet open, dus ik heb nog niet naar de hoeren kunnen gaan. Jonas? Ja, en ik. Ja. Je hebt chance, dat is dan een auto daar. Als je die kunt openbreken. Kun je dat ons openbreken? Ja, proberen. Ik ga zien dat hij nog is. Gaat de politie dan geen melding krijgen? Nee. Oké, okay, Sava. Nee, ik zal je moeten. Wacht even, laat ik de auto's die ik ga openbreken. Oh, ja, nee, dat is niet voor jou te veilig. Zijn. Maar maakt niet uit, ik vind wel een andere. Zo'n barrel en die kunnen we niet openbreken. Godverdikke. Daar is ook weer zoiets, hè. Nou, ik ben blij dat wij ons lasapparaat erbij hebben. Ja, we hebben van die nieuwe lasapparaten een mobieltje. Dat is echt gemakkelijk. Zal wel. Mooi, wij ons kleren hebben. Oké. Perfect. Even drinken pakken, jongens. Moeten toch wachten. Het is niet echt zo goed of rood, hè? Ja, zeg dan wel. Ik ga wel de auto even van achter zetten, aangezien het normaal gezocht wordt. Ja, dat is het, ja. Ja, inderdaad. Jij regelt in een taxi, hè? Ja, ja. Oké, ça va. Ja, die gaat leuk rijden. Het moet een politiecollega zijn. Belgisch politiecollega. Ja, ja, ja. We zitten wel vinden in de winkel. Ja, oké. Okay. Ah, in de winkel. Oké. Okay. De val komt vergelopen. Ah, kak. Ik sta verkeerd. Nou, ik sta nog steeds verkeerd. Mijn bak is naar daar gericht. Oké. Okay. T-shirt. Politie.
vind het niet, jong. Vind jij het? Ja, de kogelvrij vest is 131 kledingstuk. Wacht, van 1 of van 2? 131. Van 1. En dan 4 voor het blauwe. Ja. Dus dat gaat waarschijnlijk... die shirt ook rond die dingen zijn waarschijnlijk. Oh, dat is kak dat je dat allemaal moet doorlopen. Oké, we zijn al redelijk ver, maar ik zie nog niets van politie. Er zit zoveel kleding in. Had ons wel nummers mogen geven. Hoeveel kledingstukken heb je hier? Man, deze winkel is groot. Lijkt wel de HEMA. Amai. Ja, ik vind, ik vind het niet. Ja, ik vind het t-shirt ook niet. Ja, ik ben er ook geraakt. Ja, ik vind het t-shirt niet. Jij de ding? Ja, ik vind het t-shirt ook niet. Maar ja, ik weet wel, ik weet niet welke nummer dat is, maar ik weet wel dat ze erin zitten. Nou, allemaal nog eens afgaan, jongens. €171. Ja, voilà, inderdaad. Ik. Maar ik zie mijn armen niet. Moet je armen van me leggen. Zo. En broeken dan ook veranderen, zeker? Best. Weet je ongeveer welke broek het is? Want ik weet niet die politie van buiten. Is het de Days? Dat pijs ik niet. Ja, kak. Ik denk degene die Jonathan aan heeft, dat is de goeie niet. Wacht, is het deze niet? De deze niet, hè. Was dat niet gewoon een blauwe? Deze? Ja, die blauwe. Ik denk het wel, ja. Maar ik zal het wel... Lijkt dat er niet meer op? Dat is de nummer 96. 96. Ja, inderdaad. Alright, toch. Ja, dat zijn ze. Welke schoenen? Of zijn deze goed? Ik heb nog momenteel de tienen. Ik gewoon best iets van een bot aan. Ah ja, dat kan wel, ja. Wil mijn stropdas ook uitdoen misschien? Ja. Ah, ik heb de nummer 25 van schoenen gevonden. Ja, dat ziet er maar goed uit. Nee, is het deze pet? Nee, niet echt, hè. Fuck, ik had het niet. Godverdomme, het is jongens. Toch deze pet? Ja, maar dat is Amerikaans, hè, man. Ah, ja, op die manier, ja. Legerpetje. Nee, ik vind het niet. Nou, de patch moet dat niet per se zijn.
Ja, maar ik wil wel herkenbaar. Anders moeten we dit pakken. 125. Dat is niet dat ik aan het dacht ik. Maar waarom onherkenbaar? Ik heb je dan juist ook al uitgelegd dat er geen, problemen zijn. Ik heb gezegd dat we fake ID's hebben. Ja, als ze mijn gezicht herkennen. Ik heb al stress genoeg, echt. Kom op, update. Zo zie ik wel minder goed, maar het zal me wel lukken. Moeten we iets van iets anders aandoen of zo? Nee, zeker. Nee, niet direct. Nee. Moeten wij een dingen aandoen? Een vest? Nee, zo is goed. Zo is goed. Nee, maar ik ga er ook geen aan doen. Brillen misschien? Oh fuck. Kan iemand me nog eens zeggen welke t-shirt het weer was? Ah, kak. Johan, Jonathan, blijf even staan. Ik ga je nodig hebben voor de kleding. T-shirt heb ik op 16 gezien, nummer 2 op 4, en dan eronder op 171. Zo. Wat was het t-shirt nu weer? 171. Of torso. Ja, 171. T-shirt staat bij mij op 16. Jonathan, zit jij klaar? Yep. Ik ga een prop geven, oké? Ça va. Voilà. Dat is geen nechten, hè? Dat is geen nechten. Oké, de enige die een nechten heeft, is momenteel de Johan. Oké, ça va. Schiet me wel niet overhoop. Ja, nee, nee. Dat was hem niet. Oh. Wat zijn we dan doen? Lekker nu weer roepen. Oh, fuck, ik krijg hem niet meer te pakken. Ik weet niet meer welke dan het was. Was deze 171 dan? Het ziet er naar uit dat ik die niet kan nemen. Wacht. Ik denk dat ik het al weet. Wacht. Voilà. Ik heb het gevonden. Wat was de broek nu weer? De broek of wat? 96. Oké. Oh, dit is saai. Oké, 96.
de schoenen. Oh, dat is terug broek. Is dit het? Ja, ja, ja. Ik heb alleen nog een vest aan, zie ik. Moet hij uit? Moet hij uit of niet? Ja, 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 dat is goed. Die holsters zijn wel goed. Passen wel bij je. Allee, ja. Mogen we wel een keer weer trekken. Gaat uw wapen ook normaal gezien? Nee, ik hou die altijd in de ransomwagen. Ja. Dan kun je ook nog een prop geven. Ja, oké. Okay. Ik weet niet wat dat hem aan het doen is, jongens, maar we zullen het wel zien. Ja, al ja, prop ook niet boven. Johan. Ja, geef me even. Al ja, prop ook een keer boven. Ja, hebben we. Voilà. Dan zullen we vertrekken. Ja, oké. Okay. Hopen dat dit goed komt. Ja, laat ons hopen. Maar ja. Hoe deed je nu weer de om op je rug? Ja, want in uw chat / link aan. Slash, ja. Wat blieft? Sling aan. Dat knopje. Sling aan. Sling aan. S-L-I-N-G aan. Alles aan elkaar. Nou, waar heeft hij de wagen gezet? Oh, daar. Goed. Oké. Okay. Waar staat het busje nu? Ja, dat zullen we wel zien. Oké, okay, ça va. Maar een taxi staat hier in de buren. Au! Au, mijn hoofd tegen de hoofd. Leefde nog al? Is een eindig raadsel. Ja, doe nooit zijn gordel aan. Leer toch eens je gordel aan doen, man. Godverdomme, ik vergeet dat altijd, hè? Ja, dat weten we ondertussen al. Je bent net een klein kind, we moeten het je elke keer ook weer zeggen, hè? Ja, sorry, man, zeg. Zo'n gedoe niet vertellen in het gevangen, want dan zullen we het serieus nemen, hè? Ja, 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 geen probleem. Ja, inderdaad. We houden ons wel rustig. In het gevangen. Ik ga zo min mogelijk mijn stem gebruiken. In de gevangenis, moet je dan je wapen vast hebben of moet je die op je rug houden? Altijd maar boven. Oké. Okay. Ik zit al in de wagen. En wat als het toch op een schietgevecht moest uitkomen? Dat zal niet kunnen gebeuren, we zijn gewoon... We zijn eigenlijk een transport. Nou, oké. Okay. Meer niet. Nou, Christian, we laten jou aan het woord. Zalig. Ja, toch leuk, die privilege lampjes, hè. Ja, het was niet gelijk wel om het spel te pikken, hè. Nee, dat zal niet. Waar heb je hem eigenlijk gevonden? Laten we zeggen, ik heb er een contactje. Ah, oké. Okay. Die het fabriek ervan weet. Ah, dat is makkelijk. Je hebt die PKD's ons nog niet gegeven, man. Die heb ik allemaal op zak. Ik geef die allemaal in één keer.
Ah, oké, okay, ça va. Ja, kijk. Shit, we kunnen de poort niet open doen. Nee, 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 die wordt voor ons open gedaan. Ah, oh, oké. Okay. Ja, wij zijn van een ander, wij zijn van een ander dingen, hè. U blijft zitten, ik kan een keer maar spreken. Ja, ja. Wij komen Vitoretta ophalen. Die hebben een melding gekregen dat hij overgeplaatst wordt naar Brazilië. Komt in orde, Sven. We will break you out, mate. Excuseer. Ik ga nu eerst onze ID's geven, dan kunt u het ook nakijken. Oké, zoals u wilt. Probleem is, blijf komen, dat komt allemaal. Oké. Okay. Yep. Bad boys, what you gonna do? Shh, Johan. Vanaf nu ook geen namen meer gebruiken. Oké, okay, dankjewel. Zeker, ik ga mijn huisjes nog draaien. Ik moet om naar buiten komen. Alsjeblieft, meneer. Op verplaatsing. Serieus. De... Collega, zou je juist wel iets kunnen proberen naar achter te gaan? Ik denk een meer spier, dan hebben we meer plaats meer spier in. Ik hoor de spier om de een of andere reden. Ik heb een beetje raad. Ja, dus de mannen zijn hier bijvoorbeeld de transfer. Oké. Oké, daar zie ik nog de. We laten hem dus vijf in het, er is juist iets ontploft. Oké, okay, geen enkel probleem. Zodra de gevangenen naar hem naar hier te brengen. Oké. Okay. Mijn arm zit er aan. Waar gaan jullie dan met die gast gaan naar de airport veronderstel ik? Ja, inderdaad. Normaal, allef, die stond nog echt te zien. Ik moet hem eerst nog via Interpol nog laten screenen. Is mag doorgegeven en dan wordt uitgemaakt zodat hij wordt getransporteerd. Dat kan via water zijn, dat kan via de lift zijn. Ik heb tot nu toe nog geen clue. Ik ga even terug aan mijn agent vragen hoe het mee zit. Oké. Moet je nu weer al kakken? Ja, last van mijn duim. Ja, dan kan ik wel verstaan. Precies, ja. Merk het. Ik kom er aan, hè. Ja, ik heb het. Oké. En dan moet ook juist... niet zoveel donuts eten. Donuts. En die sigaretten doen er ook al niet goed aan. Shh, dat is wel een idee. Ik zit helemaal stress genoeg. Ik kan blij zijn als we die gasten al buiten krijgen. Ah, het zal wel lukken. Ah, lekker sigaretje kan soms echt doen. Ja, mijn tweede bedoeling was om mijn vliegtuig hierin te parachuteren, maar dan moesten we een snuit geraken. Dat was wat anders. Ja, ja, en ja, dat is een heel geweest. Pak gevaarlijker ook, hè. Hadden we niet met een heli kunnen? Ja. What the fuck? Oké, toch nog. Dacht al.
fuck, dat is de flik dat je het bij mij gekocht had. Kak. Collega, kun je wel daar aan de portal zetten zodat de gevangene zich niks, niks mis doet? Wie van? Ikke? Meneer, wilde jij mij loslaten? Jij gaat rustig met ons meekomen, crimineel. Ik vond u zo'n, ik vond u zo'n toffe P, maar ik vond u echt zo'n toffe P. Hey, hey! Ga dan omhoog, jij. Zware crimineel. Achteraan instappen. Collega, stap maar bij hem van achterin, nu. Wacht even, collega. Doe nu maar. Ja, ik wil langs achterin stappen, maar het doe werkt maar, niet. Doe maar, normaal werkt het. Oké. Okay. Oké, hey, collega, we kunnen. Heeft denk ik de potje aan me gebruikt. Dat is oké, collega. Ja, ik probeer meneer hier overeind te helpen. Ik heb weer gevolgd, maar ik ben dan denk ook weer anders. Nou, ik zou er toch een pleister op plakken. Ik ga delen. Meneer Spier, ik denk dat u best uw collega naar het gevangenisziekenhuis brengt, want het is wel erg aan toe en ik kan tot nu toe het bloeden niet stoppen. Oké. Okay. Wij gaan wel zien dat meneer Squid zo snel mogelijk hier vandaan is, dat hij zo snel mogelijk kan afgehandeld worden. Oh, oké. Okay. Ah, oh, wat is er gebeurd? Is meneer alleen nog in staat om ons papier weg en ons ID's terug te geven, alsjeblieft? Ik zou mij dat niet riskeren als ik van u was. Hij heeft u al neergestoken. Als u, ja, laat hem maar ziek, zitten. Als hij u nog eens aanvalt, ik wil dat risico geen twee keer nemen. Bon, maakt dat jullie hier weg zijn. Ja, geen probleem. Dat is uit mijn land hier. Ja, zo'n krapul, daar zorg ik wel voor. Dat regelen we wel. Kom maar mee, collega. Gordel aan. Die mannen gaan toch niet mee. Zet de lichten aan. Gaan die mannen ons escorteren? Oké. Ja, ik denk het wel, ja. Mannen. Die mannen volgen ons. Wat is plan B? Oh, echt? Dat laatste was echt niet nodig, hè? Nee, Vito, waarom haal je het in je hoofd? Nu had het moeilijker gemaakt voor ons, want nu gaan ze ons blijven achtervolgen. Ik had die een belofte gemaakt dat hij de dag niet haalde. Daar was de Jonathan bij. Dat kon op een andere manier ook. Ja, daar kan want ik niet in staan. Gedaan, maar niet toen al vrij. Dat kan op straat ook. Nou, dan moeten we ze afschudden. Met deze spel? Ja, dat wordt wel moeilijker. Dan hebben we geen kogels mee? Want ik moet gaan tanken, ik zit met 9 fuel in mijn bak. Oké, ja, dan moeten we hier iets verder, is een normale benzinestation. Nou,
dan stap ik mee uit als blijkt, want dat is een normaal procedure toch? Dat er één tankt, één uitstapt voor beveiliging. Kan die muziek uit, jezus. Nu ben ik niet in panne gevonden. Ik blijf wel zitten. Dankjewel Brian VX underscore. Dankjewel voor de follow. Okay. Ja, dat zou wel kunnen. Ik ben wat aan het... ronselen met bitrates en dergelijke. Kunnen we? Ja. Oh, oké. Okay. Fuck, ze moesten ook tanken. Hadden wij kunnen wegrijden. Want dan hadden ze misschien in pannen gevallen. Als ze nu misschien snel genoeg zijn, kunnen ze wel schudden. Ja, maar hoe ga je dat doen? Ze weten naar waar dat we rijden. Nou, niet echt. Ze weten niet of we naar airport of naar... het water gingen. Waar zijn ze nu naartoe? Want ik zie ze niet staan, meer. Ze staan nog steeds aan het tankstation. Ah, goed, goed, goed. Perfect. Christian? Ja? Heb jij iets met je wagen gedaan? Met? Ja, die gaan niet vooruit. Met hun wagen, ze rijden niet naar achter ons. Nee, die is heel traag. Die is heel traag. Nee, die van hun. Ze volgen niet meer. Hun? Nee, ik heb er niks mee gedaan. Ja, ze volgen niet meer. Dat is makkelijk. Des te beter. Ze biedt allemaal direct kleren veranderen, wegwezen en druk bezig zijn met ons eigen ding. Oh ja. Zeker en vast. Als ze mij vragen wat ik een ganse dag gedaan heb, ik zat in mijn winkel. Ik zat in mijn winkel. Zaten wat een fake ID dan al. Ja, dat was wel dat goed in orde. En zet misschien nu de lichten uit, dan ik kunnen ze het niet meer volgen. Ik heb gewoon schrik, ze weten hoe dat ik eruit zie, hè. Als ik het opzet, dan zet ik het wel goed op, zijn vriend. Ja, ze weten hoe we eruit zien, maar op onze ID stonden dat we iemand anders waren, dus... wat maakt dat uit? Voilà. Niet alleen ja. Daar, maar we werken zogezegd als cipier, hè. Ja. Kan daarna zijn dat wij ons ontslag hebben gegeven? Ja, kan wel. Maar het is wel een beetje verdacht. Wel, de echte nummerplaat is de Belgische. Maar dat is een livery dat erop moet. En ja, okay. die GTA-nummerplaat kunnen we hier niet uitkrijgen. Jezus, wat gaan wij nu instraken? Ja, dat is Mooi. Raar. Ja, dus Angera, op, als je de nummerplaat wilt weten, het is de Belgische. Als het weekend erop uit, normaal gaan we er nooit vanaf. Nee, ja, dat weet ik niet. Nee, inderdaad. En die, guns dat we mee hebben, dat zijn geen guns, dat zijn props, hè. Ja. Dus we gaan schieten lucht. Ja, laat ons hopen dat ze ons niet vinden. Maar ik denk niet dat ze ons gaan vinden. Straks smaakt uw props wel in het water. Ja, liefst wel, ja. Sava. Staat er daar een auto voor ons? Nee. We gaan allemaal met een boot mee, Kiki. Ah, we gaan allemaal met een boot. Oké, Sava. Je hebt het plan toch gehoord? Ja, ja. Het is in orde. Manneke, stop die allemaal uit. Oké. En ga maar naar een boot. Oké. Dat niet hier, doet dat in het midden van de zee.
Ja, inderdaad, hier, misschien beter. Ja, ik heb mijn prop al in het water gesmeten. Hela, ik rij. Allee, vaar. Ik vaar. Ja, geen probleem, ik kwam maar gewoon gaan zitten. Wat van die. Vito wou weer een keer gaan zwemmen. Hij is eindelijk vrij en het eerste wat hij doet is gaan zwemmen. Waarom rookt de boot? Ja, goeie vraag. Stel dat hem kapot gemaakt. Stopt dus allemaal uit. Allee, begin maar. Ja, hij start niet meer, hij is kapot. Heb je repairkit? Repairkit? Ja, daarmiddag zeg. Wil je allemaal eens uitstappen? Stopt allemaal, ja, sorry. Een keer vreemd. Dat hoeft daarvoor niet. Normaal. Normaal hoeft het niet, nee. Heb je ooit al eens gezien? Nu ben ik kletsnat. Ah, ja, dat is je eigen fout, hè? Godverdomme. Waarom spring je ook in het water? Met jou heb ik nog een eiken te pellen, hè, man. Jij hebt juist. Ik heb met jou juist een eitje te pellen, jij idioot. Instappen. Nou, we weg. De partyboot gaat weer. Ja, we zijn weg. Fuckers. Hoe de fuck ga je voor? Instappen. Ik dacht een beetje. Kijk, dan misschien, een beetje beweging. Misschien niet best dat jij je een beetje meer naar voren zet, want anders ga jij er misschien afschuiven. Ja, ik kan er even iets zien. Wow. Ook even iemand recht zetten, want ik moet een GPS instellen. Oh ja, sorry. Nee! Ah. En dan moet ik me serieus houden. Ja, maar wat? Je springt eruit. Dat was niet de bedoeling. Omhoog zwemmen? Omhoog zwemmen? Als we omhoog zwemmen. Zijn we er ene kwijt? Ah, toch. Ja. De Gert heeft me net gestuurd. De Gert? Oké, ik ben klaar. Sorry, ik zag een hele mooie goudvis. Ik moet die kerel eigenlijk hebben voor mijn businesses te beginnen runnen, zolang dat ik ondergedoken zit. Dus ik moet die zo snel mogelijk kunnen aannemen. Ik zal hem wel vragen om ze weer naar de locatie te komen. Vito al bevrijd. Yep, Vito is bevrijd. Vito is bevrijd. Ja. Ja, ik zwem niet echt graag, maar veel. Eén voor één. Foutje als je uitstapt. Om de een of andere reden, als we dismount, spring eruit. Ja, allemaal tezamen, dan moet je nog een beetje zoekplezier geven. Hè. Ik wens dat ik dat mesje bij hoor. Ja, is dat. Als, Vito, doe dat weg. Vito, drop dat mes, idioot. Ze vinden DNA-sporen erop. Ik wil. Ja, ik word sowieso nog gezocht. Dan nog. Dan nog, gooi het weg. Je hebt wapens genoeg. Maar deze heeft speciale herinnering aan die commissaris dat ik neem er dan een foto van. Man, waarom stoppen wij niet? Waarom is de boot terugstuk? Kom op. Wat? Wie heeft er wat gedaan? Ik heb helemaal geen knoppen gedaan. Hoe bloek het? Repareert hem maar gewoon. Repareert hem gewoon. Zeg ik het. Wat een kutboot, waar heb je deze nu weer gestolen? Repareer. What the fuck, man? Kroller. Hij is echt kut aan het doen. Dan zeg ik alles stil. Dus misschien. Wie heeft die gekocht, hè? Maar... Oh, ja. Mis aankoop dan. Gekocht. Doei. Jonas, waarom zweef je? Jonas. Nee, fuck you. Mijn boot. mijn eerlijk gepikte boot. Abbel. Ja, tuurlijk. Ja, als hem gepikt is het niet zo eerlijk, hè. Nou, de vorige eigenaar deed er precies zijn best niet voor. Barrel gaat continu stuk. Ik hoop dat je nog een paar repairkitjes mee hebt, man. Ik hoop het ook, anders gaan we het niet redden. Dus wat is er gebeurd, jongens? We hebben Vito juist uit gevangen bevrijd. We hebben ons verkleed als agenten. Prison export, zogezegd. En nu zijn we aan het varen naar een locatie, zodat we daar kunnen uitstappen en ergens naartoe.
the U? Ah, Akira. Dus ja. En nu is het bootje varen. Man, ik word misselijk op dit kutboot. Er zit een foutje in het plan. Wat is het foutje? Ik heb wat is het foutje in de auto? Nee. Ik heb fuel bij. Koffer. Ik heb benzine bij als het nodig is. Het zal wel zijn dat Vito blij is. Moet ik anders mijn taxi opbellen? Hey Vito, een vraakje. Ja, gaat het horen komt dat straks in open. Een taxi, dat komt goed. Jezus, iedereen gaat door elkaar. Ik versta niemand. Alleen ik heb... Want je, maar jij moet geen taxi opbellen. Ik heb zelf de motorkar staan. Ah, oké. Ik dacht dat je zei dat er niet genoeg plaatsen ging zijn voor ons. Ja, er kan nog altijd iemand in de koffer, hè. Ah, ja. Ja, dat is waar. Goed, ik denk dat Jonathan in de koffer moet. Vito in de koffer. Nee, Jonathan. Jonathan in de koffer. Sorry. Vito moet in de koffer, jong. Hij wordt gezocht. Ik vind dat jij in de koffer mag. Ik heb net 5 jaar in een cel gezeten. Ik heb al genoeg claustrofobie. Dus, Jonathan. Jonathan gaat in de koffer. Ik heb 20 jaar gezien toen. Het was meer zelfs. Goed job! Nee, te laat, Jonathan. Er is al gestemd. Jij gaat in de bijna koffer. Nee. Nee, dit vind ik niet eerlijk. Ik eis een nieuwe stemming. Nee, dat is als beloning voor mijn ontslag. Beloning? Wat voor een beloning? Nou, ik vind dat een aardige beloning. Jonathan, wil jij het tweede deel van je geld nog? Graag. Zwijg jij in de koffer. Dan in die koffer. Heeft er iemand iets voor als verliet te doen? Nee, ik heb niet echt iets. Oh, wacht, ik heb naft bij. Jerrycan. Ja. Kunnen we hem niet gewoon in brand steken met naft? Ik ben aan het sterven van de honger, man. Letterlijk. Jonathan, kom hier. Ik heb eten bij me. Oké. Lag niemand een briquet of iets waardig mee? Jonathan, kom bij mij staan, je idioot. Tuurlijk. Oké. Zo, ik hoop dat je nu alles hebt. Heeft hem een winkel, kan hem nog geen eten meebrengen. Oh, jongen toch. Voilà, ze alle bewijsstukken vernietigen. Ja. Veel RP. Dat is ook de eerste die we hadden. Dat we hebben gezien. Nee, nog niet meegemaakt. Wat is het probleem? Nou, ze zijn de boot vol met naft aan het gooien. Voor dan in brand te steken. Gesmeten is. Met wat? Dat die met de kracht van de goden... uit de dingen gesmeten is. Ja, God was blijkbaar niet blij met hem. Godverdomme. Fikken die handel! Ja, maar dat vind ik niet kunnen. Gaat de fikker nog in, of... Gaat de fikker niet in? Hij wil niet. Even op een lichtjes alternatieve manier iets proberen. Ah, oké. Okay. Oh ja, met backfire van de uitlaat. Ja. En als er niemand nog een wapen heeft. Laat ons hopen dat het lukt. Wacht, kan hem dichter brengen. Nope. Werkt niet. Oh, laat hem dan maar gewoon gaan. Stap eens uit. Niemand een vuurpijltje bij of zo? Ha, ik zit erin.
Ik zeg het nog. Jo. Ja, ik ga er niet moeilijk over doen. Dat zegt genoeg. Wat hè? Dat zegt genoeg. Het gaat niet werken met die boot. Ja, ik zou zeggen, probeer maar heb een keer voor. Allee, vooruit, ik zou uit de weg gaan. Zeg maar. Nou, dan zou me dat lukt. Yes! Oh shit, oh shit. Wegwijzen hier! Oh, help. Oh fuck. Wat? Jonas. Jonas. Plus, plus. Koffer in. Hoppa. Niet houden aan. Nou, kak. Kunnen we die niet gewoon volledig stranden? Wacht, ik ga iets proberen. Ah, niet. Gewoon meewerken en nu gewoon in die koffer kruipen alweer kunnen vertrekken. Waarom de fuck ga ik bukken? Allee jongen, echt. Ik zit een beetje vast. Alright, ja, ik ben er. Het lukt weer. Gewoon uitstappen. Uitstappen, want er staat er niemand in de koffer. Maar hij kan niet in de koffer voilà. Zolang dat je... Ah. Ja, voilà. Ik zit erin. Oké. Okay. Dat is een slecht plan. Dat is een heel slecht plan. Dat is hier wel krap. Allee, hè. Oeh, allemaal gordel aan. Ik heb niet eens dat pas een rijbewijs bij, dus... Ja, hoe zal dat nu toch komen? Hé, hey, mijn plan werkte. Ik heb hem kunnen stranden. Ik dacht, nu moet hij toch wel fikken. What the fuck? Dit is zo scare. Zit ik toch nog in de koffer? En Johan, hoe voelt dat om opgekropt in de koffer te zitten? Niet fijn. Waarom zit ik in de koffer? Ik zit in de koffer, hoe kan jij nu in de koffer zitten? Oh, nee, nee, het is in orde. Die taxichauffeurs zijn precies toch niet van de snuggers, hè? Nee, ik denk het ook niet. Nochtans, het is een van mijn beste chauffeurs. Ik heb me daar voor u uitwaardig doen. Dat bewijst het dus. Ja. Oh, rustig jij. Ja, ik vraag... Je moet content zijn. En daar vliegt hij weer. Gordel aan. Doet nooit zijn fucking gordel aan. Nooit. Allee. Het is al vandaag. En nu? Ja, er gaat dan eigenlijk een andere over. Is hij nou dood? Ik hou van niet. Is die nou... Alhoewel, dan pak ik zijn taxi over. Volgens mij is hem dood. Echt? Ja, volgens mij ook. What? Oh mijn my god, Cedric. Dus je fucking gordel aan, jij idioot! Komt er vannacht, komt er nou echt komt er nu echt geluid uit die koffer? Vito, ik zit erin. En het is hier fucking krap. Alsjeblieft, laat niemand achterin rijden. Hm.
Kan iemand mij afzetten? Auw, jij! Lul! Subtiel. Kan iemand mij afzetten naar mijn appartement? Best... Nee, ik pijs dat we best wel andere kledemmen kunnen gebruiken. Fuck, ik sta weer verkeerd. Fuck. Johan, we gaan ons omkleden in ons huis. Okay. En deze keer niet met de koffer ergens tegenrijden. Uitstappen allemaal, uitstappen. Ja, het maakt niet uit wie in de koffer zit eigenlijk. Allee, uitstappen jong. Ja, sorry, had mijn auto nog aan, ik hoorde al die moeilijk. Zit er iemand in de koffer? Ja, ik heb gewoon niet de open gedaan, hè. Ja, ik kan toch niet tellen. Nee, ik zat van voor, jij fucking eikel. Ja, jij vliegt alleen maar door de vooruit. Gordel, ik heb hem aan, hè, jongens. Ja, voor de keer. Kan je me hier aan mijn appartementje afzetten? Ja, ik woon hier ook aan Blokkenpark. Mijn timer zegt nog altijd dat ik 440 maanden moet zetten. Ja. Ja, ja. Kom wel goed, kom wel goed. Dat gaat dat blijven zeggen. Ja, waarschijnlijk. Probeer dat er hier weer aan stappen, maar die stap nu uit. Ja, ik sta mensen, uit. Mensen, salukes. Tot de volgende. Doei. Ik zie je thuis. Voilà. Fuck, want die kleringleier hier ook. kleding dagelijks klaar. Fuck, ik heb geen NATO. Tuurlijk niet, mijn NATO staan op. Oh. Hey! Ah nee, ik heb rood. Ah, fuck it. Waarom buk ik altijd? Dat is nieuw. Oké. Okay. Boot niet meer geankerd. Oké. Okay. Oké. Okay. Dus dat... Tot zover de uitbraak van Vito. Hello, can I speak to Dr. Parker? Normaal zou ik hem naar hier moeten kunnen krijgen. Wacht, ik ga eerst kijken. Hier, of ik hem niet gewoon hier kan uithalen. Ja, auto is al daar. Eerst hier transporteren. Fuck. 500 Honda. Sortie. Yes, alright. Ja, dan moet ik mij wel een beetje aan de regels houden, jongens. Sorry. Maar dat wil dus zeggen, wachten voor het rood licht. Kak. Nu. Ja.
Nee, ja, niet veel gedaan vandaag. Maar, zo wat. Mijn auto rockt wel een bekken. Ah nee, is dit voor mij. Kom op, gast. Dank je. En hoep. Kijk naar alles hier zijn. Nee. Ik had verwacht dat ze hier gingen zijn. Oké, nou ondertussen nog een keer even naar onze winkel, jongens. Gaan daar nog eens gaan kijken. Er is momenteel niet veel te doen als mechanic. Als tuner. Dat ze ons aan het zoeken zijn. Alhoewel, ze kunnen ons nooit niet vinden. Let's go! Oké. Okay. Ik denk dat dat de conclusie zal zijn. Ik weet nu niet hoe dat verder gaat gaan, maar zelfs de gevangenisstraf gaat hem nu nog gezocht worden, of niet? Want in principe is hem niet ontsnapt zonder iemand te killen. Dus als je kunt de gevangenis buiten lopen zonder enig probleem, zonder sloten stuk te maken of dergelijke, dan ga je vrij uit. Maar hij heeft iemand neergestoken. Dus we zullen zien zeker. Fuck. Goed bezig. Chance dat ik mijn gordel altijd gedaan heb. Oké. Voor die levering. Ismael, bel. Ik weet niet of dat hem er is in de stad of niet.
graag mijn levering gehad. Goedenavond. Vol. Oeh, brood en water. Repair kits misschien ook. Huh. Ja, Jägermeister is goed verkocht. Misschien even mijn eigen. Maar ik moet eerst Ismael kunnen gebruiken. Goedenavond. Stupid. Ah, dat was toch een NPC. Oké. That's what I'm talking about. Fucking idioot. Wacht. Welk Twitter-account ben ik online? Oké, daarin. Ik weet niet meer welke dat ik online ben. Dat is een beetje te kutten. Die connecteer. Go. Ja jongens, sorry, maar voor wachtwoorden en dergelijke ga ik dat jullie toch nog niet echt laten zien. Dus geef me even. Nu kunnen jullie terug meekijken. Wacht, is trans in het of is trans in step? Ach, nu blijf ik het weer vergeten. Even checken. Is het trans in net of trans in step? Trans in step. My god. Dat hij nog antwoordt. Kan ik kijken of dat hem in de Discord iets gezegd heeft, eventueel. Bestellingen. Maximum 100. Ja jongens, als jullie willen zien, in de bestelling zei dat het maximum maar per 100 gaat. Dus ja, een keer terug 100 bij besteld. En dan hoop ik dat hij antwoordt. Is er op Twitter iets gezegd? Noep. Oh god, elke fucking keer dat ik dat vergeet. Thank you.
surface. Oh my god. Even kijken of elf antwoord heeft, jongens. Oeh, in de tuning catalogus is er iets bijgekomen. Okay. Hey Ismael, ik zou graag 100 water en 100 brood willen bijbestellen. Ja, hallo, wat zeg je? Kan je iets gaan? Ja, tuurlijk. Ik zou graag 100 water en 100 brood willen bijbestellen. Oké. Okay. Kan je dat nu nog leveren of wordt dat moeilijk? Ja, ik lever het aan u direct. Oké. Okay. Dat raakt. Oké, okay, dan is het just wachten op dingen, jongens. Dat we de winkel kunnen aanvullen. Godverdomme, doe ik het weer. Nee, kom. Stopt. Zo. Nou, als de winkel zo doorgaat, zijn we binnen de kortste keren leeg. Ja, repair kits valt wel nog mee, dus. Oké. Okay. Daar passeren ze terug. In volle vaart. Oké, okay, deze vertrouwen niet. Nog even zo veilig. Ja, ik heb nog, denk ik, nog steeds problemen met kartel. Ik ben niet zeker. Maar ik dacht wel dat ik nog problemen had met kartel. Ik heb zoveel berichten nu. Denk ik. Wat is aandenken? Geen flauw idee. Oeh, camera. Werkt die? Nee, die werkt niet. Spijtig. Moet eigenlijk wel nog. Oké, okay, ik heb een idee. Wacht, waarom? Ah, oké, okay, nu werkt de camera. Zo. Shit. Dit is een camera stuk, jongens. Oké, okay, zo. Hoe is er nu weer een print screentje nemen? Ah ja, kan toch gewoon zo doen. Even iets checken, jongens. Keybindings, yes. General, GTA Online. General. Switch on. Cycle camera. Is er een manier om de print screen hier in te nemen? Of moet hij echt via de gsm gaan? Connection. Huh, reconnecting tussen. What the fuck is er aan de hand? Hoezo? Huh? Is iemand van de jongens nog hier? What the fuck's happening? Ligt de server eruit, jongens? Oké, okay, ik ben uit de server om de een of andere rare reden. Aha, oké, okay, ik zit er terug in. Oké, okay, dat was raar.
Iedereen heeft een ens. Ik het vermoeden. Amai. Wat? 344? Timed out, timed out. Oké, nummer 15. Dat is raar. Iedereen is ineens aan het leaven en disconnecting en dergelijke. Dat is een vreemde. Oké, even gaan luisteren in de Discord wat er aan de hand is, jongens. Tos. Hey jongens, wat is er gebeurd? Hallo! Dido zet ik, hold on a second. Moet ik eruit gaan of? Ja, gewoon even game restarten. Ja. Server zou okay. Zijn. Helemaal afsluiten best, want anders gaat je last hebben van CityPack. Oké jongens, ik ga de stream even tijdelijk uitzetten. Of tijdelijk gewoon muziek laten luisteren. Tot zo jongens. Oh god, hoeveel seconden loopt? Oké, jongens, het gaat niet direct gefixt worden, dus het is toch na 10 uur, dus ik denk dat ik de stream gewoon hier ga afsluiten. Alleszins, ik bedank jullie allemaal voor mee te kijken. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de livestream. En willen jullie weten wat er verder gaat gebeuren met Johan? Check dan gewoon nog eens. Linkjes wordt in Twitch beneden gezet wanneer ik ga livestreamen. Elke keer. Ook op Facebook kunnen jullie zien op de JonasDP94 pagina. Daar kunnen jullie ook altijd volgen wanneer ik juist live ga. Check dat, like het, volg het. Dan zijn jullie altijd op de hoogte van de laatste nieuwe weetjes. En ik zie jullie allemaal een volgende keer. En zoals altijd, be here, be brave, and be fucking happy. Toedeloo!